In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Romy Indy en zij is pornoactrice. Liefde of lust? Liefde. Met of zonder glijmiddel? Met. Seks met mannen of vrouwen? Mannen. Grote of kleine penis? Tussenin. Masturberen op porno of op fantasie? Masturberen op fantasie. Hoe ben je in de porno-industrie beland? Ik was op een filmset, zeg maar, voor gewoon een normaal programma. Zeg maar een licht erotisch datingsprogramma, maar het was wel gescript. En toen ontmoette ik dus een andere meid en ik vroeg van, goh, wat kom jij hier doen vandaag? En ze zegt, ik kom voor een seksscène. Dus ik zeg, seksscène? En hoe lang duurt dat? Wat moet je doen? Toen legde ze uit van, nou, een uurtje en ik krijg zoveel betaald. Toen dacht ik natuurlijk al van, dat is wel aantrekkelijk. Hoeveel kreeg zij dan? Ze kreeg €500 voor een uur. Dat is wel lekker, want ik was er 8 uur lang voor €300, omdat ik alleen maar licht erotisch, zeg maar, deed. Dus zoenen, massages, dat soort dingen, zeg maar, die opdrachten. En ik dacht van, ja, misschien als ik seks voor een camera zou durven hebben en ik kan er ook nog goed mee verdienen. Dus via haar had ze mijn nummer aan haar manager gegeven en toen kwam ik met Kim Holland in contact. En toen, de dag daarna, had ik eigenlijk al mijn eerste film. Wow, dat is ook snel. Ja, dat was echt binnen 24 uur. Maar hoe kan het dat je daar zo makkelijk in meegaat dan? Want het is voor heel veel mensen, denk ik, echt wel een drempel. Daarvoor deed ik videoclips, dansen in lingerie en zo. Dus ik was er wel gewend aan in lingerie voor een camera en klefcontact met de artiesten dan, zeg maar. En in mijn vrije tijd had ik ook wel eens dat ik bijvoorbeeld de seks filmde. Dus het was echt maar voor mij een klein stapje. Maar als je echt van niks gaat naar in één keer porno, dan word je wel echt in het diepe gegooid. En wat maakt jou dan een goede pornoactrice? Ik ben gemotiveerd, dus ik ben bereid om daar te werken. Ik kom daar zelfs als ik moe ben, als ik net uit het vliegtuig kom, ik heb niet eens gegeten, ik kom daar nog steeds vrolijk, ik ben sociaal, ik leer het script een avond van tevoren. Dus ik sta heel erg open voor wat hun willen. Je hebt gewoon een hele goede werkethos. Ja, gewoon echt een werkhouding, gewoon gemotiveerd. Ook als ik moe ben, maakt niet uit, ik ga gewoon. Toen jij net je eerste film had gedaan, hoe reageerde je omgeving daarop? Nou, omdat ik dus heel snel al mijn eerste film maakte, heb ik gewoon letterlijk van tevoren, een dag van tevoren gevraagd van, mam, vind je het goed als ik een film opneem? Pa, vind je het goed als ik een film opneem? Nou, hun twee zeiden van, ja, je bent oud en wijs genoeg. Als je dat wil, doe het gewoon. En dat vond ik het belangrijkste. Dus alleen mijn ouders wisten het in het begin. En toen ik die films had opgenomen, ging Kim Holland me natuurlijk promoten. En toen heeft iemand die foto van Kim Holland op Facebook gezet. En toen wist eigenlijk iedereen het. Dus heel mijn school wist het. Heel mijn familie wist het, die ik nog niet verteld had. Dus het werd al voor mij verteld, omdat het dus op Facebook kwam. Maar hoe had je het anders willen doen dan? Nou, misschien eerst van tevoren iedereen inlichten dat het niet zo'n shock is. Dus niet dat ze in één keer mij of Kim Holland inderdaad zien. Of meiden van Holland met een piemel in mijn mond, ja. Plat gezegd. Dat ik, zeg maar, iedereen van tevoren had gemeld van, goh, hè, ik ga een film opnemen, niet schrikken als je wat voorbij ziet komen. Dat heb ik nu niet gedaan. Ja. En wat zijn dan bijvoorbeeld vervelende dingen die je naar je hoofd kreeg? Ja, dingen zoals je bent een hoer, je hebt seks voor geld, je hebt geen eigenwaarde, geen zelfrespect. Je ouders, teleurstelling voor je ouders, echt dat soort dingen. Je bent goedkoop, dat soort. En wat vind je dan het ergste wat ze kunnen zeggen? Ja, teleurstelling voor mijn ouders toch wel. Ja. Terwijl dat ook helemaal niet zo is. Nee, want mijn ouders zeiden, ik ben er gewoon prima mee. Ja, en ik heb er wel geluk mee. Omdat hun wel altijd gewoon zoiets hadden van, ja, je moet het zelf weten. Heb ik het ook een soort van kunnen accepteren dat andere mensen dus, ja, zoveel problemen ermee hadden. Ja. Vind je seks nog leuk? Ja, ik hou wel van seks. Dus. En je vindt het nog steeds, ja, na al die films die je hebt gedaan? Omdat juist vooral met films is het niet echt seks. Je zoent niet. Je raakt elkaar bijna niet aan. Het is heel zakelijk allemaal. En seks is gewoon persoonlijk. Hoe maak je dan dat verschil? Het is niet met, oh, ik vind jou sexy, dus ik wil seks met je. Of, oh, ik vind je lief, dus ik wil seks met je. Nee, het is gewoon echt van, het is werk, we gaan nu seks hebben. Meestal is het ook 1 uur 's middags, 2 uur 's middags. En nog vroeg, heb ik nog helemaal geen zin eigenlijk. En dan doe je het gewoon. En als je gewoon echt seks hebt, dan is het omdat je het allebei wilt. Op de set kom ik ook bijna nooit klaar, dat kan niet. Want er is gewoon te veel mensen aanwezig, dan kan ik niet klaarkomen, zeg maar. Ja. Dus dat is gewoon geacteerd. Maar in het echt ga je natuurlijk klaarkomen en... Je zoent elkaar en het is heel anders. Ja, je neemt de tijd echt. Je neemt de tijd echt, ja. En porno is meestal van, oh, hoe zie ik er zelf uit? En ik denk niet van, oh, hoe gaat het met de acteur? Ik denk gewoon zelf van, oh, ik moet er goed uitzien. En die acteur denkt, oh, ik moet zo doen, want dan lijk ik breder, weet je wel. Dus iedereen is heel erg met zichzelf bezig. En met seks ben je met elkaar bezig. Klinkt heel gek. Je kan wel gewoon goed geneukt worden, toch? Ja, omdat je dan denkt van, ah, dit is lekker. Ja, dat wel. Maar echt klaarkomen, dat is toch wel meer... intiem, zeg maar. Dus dat is wel lastiger. Want als jij een cameraman in je gezicht hebt en een geluidsman in je oor en je visagist die kijkt daarnaar hoe je bezig bent en je manager staat daar, dan is het wel moeilijk om klaar te komen, zeg maar. Het kreunen kan echt zijn, maar orgasme, dat is echt te moeilijk. Ik ben, denk van alle films 2 keer klaargekomen, denk ik. En dat is ook tijdens lesbies, dus dat is grappig. Want ik ben niet lesbisch, maar ja. Hoe komt dat, denk je? Omdat dat zo anders was? Dus ze doen maar gewoon wat. En dan moet ik dan maar hopen dat ik dan klaar kan komen. Nou, dat gaat er niet worden. En dan moet je flinke bak acteren dus. Precies. En vrouwen, die wisten gewoon wat ze moesten doen. Waar ze moeten raken. En ja, het gaat veel makkelijker. Wat doe je als je je partner onaantrekkelijk vindt? Ja, meestal. Dat is echt heel lullig, maar dan ga ik gewoon aan iemand anders denken. En dat helpt genoeg? Ja, dat helpt wel. Of ik doe gewoon mijn ogen dicht, weet je. Dan kijk ik gewoon niet. Of ik ga expres doggy-style doen, zodat ik diegene niet hoef te zien. Ja. Oh ja. Reverse cowgirl en dan draai ik zeg maar om, dus dan zit hij mijn rug en dan kijk ik gewoon, weet ik veel, naar de muur. Maar en dan zou je het dus, in principe zou je het dan dus met iedereen kunnen doen? Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon echt een kwestie van omschakelen, denk ik. Gewoon denken van, oké, ik vind diegene niet aantrekkelijk, het is werk, ik ga het gewoon doen. En wil ik mijn eigen plezier ook nog hebben, dan beeld ik gewoon inderdaad iemand anders in. En dan heb ik zoiets van, ja, het is gewoon werk, dan doe ik het gewoon. En dan gewoon zonder emotie, zonder te veel erover na te denken. Gewoon omschakelen noem ik het altijd. Maar maakt het je dan nog uit? Iedereen zou bij jou mogen aankloppen? Nee, niet iedereen. Nee. Ik heb wel grenzen zeg maar, bij mensen aangegeven. Ik wil geen film opnemen met een man van 60 of 70 of zo. Dat zijn wel grenzen die ik heb. Geen grove seks of zo, dat hij in één keer keihard aan mijn haar trekt of choken. Dus dat geef ik allemaal gewoon van tevoren aan. En daar boeken we mij ook op. Dus ze weten van tevoren van, oh, bijvoorbeeld ze slikt niet of ze doet geen anaal. Of ze wil geen vinger in haar kont. Ze hebben gewoon zo'n lijstje en dan zien ze wat ik wel en niet doe. En heb je dan wel eens gehad dat je met een medespeler dacht van, oh, ik zie jou eigenlijk wel zitten? Ja, dat heb ik wel vaak gehad. Ja. Vaak? Ja. Omdat meestal, het zijn gewoon knappe mensen toch? Dat zijn, maar ik doe er niks mee. Nee? Nee. Vind je het dan moeilijk om je in te houden? Wil je niet? Ja, je hebt toch seks? Ja. Weet je, het is heel intiem. Hun kennen mij ook. Ze werken natuurlijk vaker met mij. Dus als ik iemand leuk vind, dan hebben ze het ook al een beetje door. Dan hoor ik bijvoorbeeld al van de fysicist van, dat is wel je type hè vandaag. En dan zeg ik van, nee, dat is gewoon zakelijk. Dus ik hou het wel gewoon professioneel nog steeds. Maar ik denk wel van, oh, hij is wel knap. Of zij is wel mooi. Of dat kan ik wel denken. Zet je dan ook een soort van knop om van, nou, nu mag ik er misschien wel wat minder zakelijk in staan en ga ik gewoon wat meer genieten? Nee, of ik probeer blijft wel het gewoon altijd wel gewoon die zakelijke, dus gewoon nog steeds netjes zakelijk niet zeggen. En ik van, hey, niet flirten, zeg maar. Gewoon op een normale manier, zoals wij praten, zo praat ik ook gewoon met hun, maar met hun heb ik dan nog seks. Ik ga niet niks zeggen van, nee, lekker ding of zo, geef je nummer, kom daten of zo, dat zeg ik niet. Dus ik kan ze wel sexy vinden, maar ik zou er niks mee doen. Welke porno is voor jou een no-go? Welke porno voor mij een no-go is? Ik denk gangbangs, denk ik. Ik heb er wel moeite mee, zeg maar. Al zie ik dat voorbij komen, ik word er ook heel veel voor gevraagd, want heel veel mensen vinden dat natuurlijk geil. Om een vrouw eigenlijk helemaal kapot gemaakt te zien worden, maar ik ben er wel een beetje op tegen. Gewoon 30 mannen die één vrouw zeg maar, helemaal kapot maken, ja, nee, nee. Hoezo niet? Ja, ik heb daar niks mee. En omdat ik ook weet dat zeg maar, gangbangs gaan heel ruig aan toe, want ik ben natuurlijk zelf op de set altijd, ik zie het wel eens gebeuren. En dan denk ik van ja, ik zit wel liever meer safe. Dus boy-girl, trio, kwartet, maar niet echt dat ik in mijn eentje door 30 mannen, ja, nee. Is dat makkelijk om je grenzen aan te geven? Ja, ik heb vooral 1-op-1 scènes, dus met één man of één vrouw, dus dan is het wel makkelijk. Maar als ik dan bijvoorbeeld een trio heb of een kwartet, dan is het alweer moeilijker. Want bijvoorbeeld dan doe ik een trio met 3 meiden en 1 jongen en dan 1 meid zegt, ja, ik doe wel anaal. En dan verwacht de regisseur een soort van, oh ja, Romy, maar dan kan je toch ook even anaal doen? Dan zeg ik, nee, ik doe geen anaal. Oh, maar dan kan je toch even een vinger misschien proberen dan, dat je de volgende keer anaal. Dus zeg ik, nee, ik doe geen anaal. Maar omdat een ander model dan doet, dan verrast het ook voor mij. Of bijvoorbeeld, ik doe dan wel dieptroten en dan een ander model die kan niet dieptroten. Oh, maar dan kan je toch ook even dieptroten? Dus dan is het lastig om je grenzen aan te geven, want ze gaan proberen dat jij er overheen gaat. Omdat het andere model doet het wel, dus waarom jij niet? Ja. Zeg maar op zo'n manier. Maar vind je dat moeilijk om dan Nee, ik ben wel koppig. Ik zeg gewoon nee. Ja, als je het niet leuk vindt, ga gewoon naar huis toe. Ja. Ja. Nee, ja, en er is ook heel veel wat je wel kan en doet, toch? Dus... Ja, daarom. En ik shoot meestal echt tussen de 5 tot 10 films in een week. Dus al zou ik bij al die films altijd over mijn grens heen laten gaan, dat is ook niet leuk meer, weet je. Op een gegeven moment dan ga je met tegenzin naar je werk. Dus zeg altijd, dit doe ik niet. En heb je er probleem mee, bel mijn manager, die regelt alles dan ook. En als ik iets niet wil, dan bel ik haar ook en dan regelt zij het en dan hoeft het ook niet meer. Dus... Dat doe ik echt niet. Als ik iets niet wil, dan nee. Want seks is je werk. Maar ben je ook wel eens privé nog onzeker over seks? Ja, toch wel. Want ik heb bijvoorbeeld wel eens jongens gehad, een one-night stand of zo, dat we gewoon seks hadden en dat ik gewoon al wist van, ik ga hier nou weer naar het buitenland 3-4 maanden, dus ik zie hem toch niet meer. En dat ze gewoon zeiden van, ja, de sexy was niet zoals in de film. Wat verwachten hun? Dat ik natuurlijk, als ik doggystyle doe, dat ik ook mijn nek ga breken en hun ga kijken. Ja, sorry, dat ga ik niet doen. Dat is puur voor de film. Of dat ik super hard ga kreunen. Of, oh, nou kom ik weer klaar. Ik doe vaak 2 fake orgasm. Dan verwachten hun dat ik ook 2 keer ga klaarkomen, snap je? Als ik niet klaar kom, kom ik niet klaar, weet je? Dat klaar. Ja. Ja, heel veel klaar. Wat een tongbreaker. Ja. Klaarkomen, klaar. Split-sessie. Nee, maar dat, als ik seks heb, dan wil ik zelf ook gewoon seks hebben. Ik wil niet elke keer per se doen wat anderen verwachten. Dus... En hoe ga je daar dan toch mee om, met die onzekerheid? Dat geef ik altijd gewoon duidelijk aan. Wat ik daar doe, is gewoon acteren. Ja. Wat ik hier doe, is echt. Dus als ik hier niet klaar kom, ja, jammer voor jou, jammer voor mij. Maar ik ga niet zeggen van, oh ja, nou kom ik klaar en het is niet zo. Ja. Dus dat... Nou ja, en daarmee dek je jezelf ook wel een beetje in. Van stel even je verwachtingen bij, want nu gaan we gewoon liefdevol iets doen. Ja, ik bedoel, ik ga niet thuis. Ik heb ook buren en zo. Ik ga niet super hard schreeuwen van, oh ja, neuk me harder en zo, weet je. Dat kan niet. Alles is gewoon ervoor gemaakt om porno te kunnen schieten. Je hebt alles klaarstaan. Als ik even snel glijmiddel nodig heb, oh, dat staat hier. Als ik even snel een doekie nodig heb, oh, dat staat er. Thuis is het toch allemaal anders. Je wilt toch meer met gevoel en je hebt niet bijvoorbeeld al dit klaar liggen of dat klaar liggen of dit. Al is het 20 minuten, vind ik het al lang in mijn persoonlijke leven. Dan heb ik wel zoiets van, ja, dat is gewoon genoeg. Mm-hmm. En als hun dan verwachten dat ik nog 3, 4, 5 keer wil daarna, omdat ik in de porno zit, ja, dat is onrealistisch. Laat achter in de comments wie jij hier graag zou willen zien. En ben je nou benieuwd naar het hele gesprek met Romy Indy? Luister dan onze podcast. Nou, dat was hem. Nou, hou jij eigenlijk van naturel of meer paprika chips? Naturel. Ja? Zo naturel. Ik heb nooit paprika. Nooit.